Fenomeen uit La Couque, zijn derde been. Welkom bij een nieuwe aflevering van Never in the Glory, aflevering 18. Ik wilde dat dan in het Spaans zeggen, maar ik heb geen idee wat het in het Spaans is, want ja, dat spreek ik helemaal niet. Afgelopen weekend was fantastisch. We hebben namelijk, als je dat nog niet hebt gezien, ga eventjes kijken. Ik geef je 3 seconden de tijd om dat te doen, zonder dat ik het spoil in één keer. We hebben Elite 3 gehaald met ons team. Het speelde uiteindelijk weer lekker op de zondagavond. We hadden eventjes een dip. Ik neem jullie er doorheen. Maar voordat ik dat doe, zou ik een blauw duimpje erg op prijs stellen. En je kan uiteraard ook nog steeds gratis en voor niets abonneren hier op FC Glory. Fantastisch. Vrijdag ging lekker. Vrijdag ging heel goed. We gingen 10-0. Nou, eigenlijk gingen we dat niet op vrijdag. We gingen op vrijdag 6-0. Ik had maar 6 wedstrijden gespeeld. Want ik was laat thuis op de avond. En toen uiteindelijk ging het op zondag. Zaterdag ging het ook heel goed. Want op zaterdag had ik 11 wedstrijden gespeeld. En toen gingen we naar 17 wedstrijden. Gingen we 15-2. Helemaal geen verkeerde prestaties. En toen op zondag uiteindelijk hadden we het in 2 sessies verdeeld. Eerst in de ochtend / beginmiddag. En toen uiteindelijk in de avond. In de ochtend, gingen we van die 15-2 naar 18-5. Gingen we dus 3-3. Het was vervelend. Het was een bittere pil om doorheen te bijten. En toen uiteindelijk gingen we van die 18-5, 20-5. En van die 20-5, 23-6. We hadden nog een wedstrijd over. Die hebben we weggegeven aan iemand een gratis win. Ik hoop dat hij goede rewards krijgt. Het team neemt belachelijke vormen aan. Heung-min Son. Er zitten heel veel squad battles wedstrijden bij. Er zitten ook niet heel veel squad battles wedstrijden bij. Want ik heb natuurlijk 29 potjes Weekend League gedaan. Eentje geragequit. Er zitten een aantal Division Rivals potjes bij. Maar die heb ik ook veel gedaan. Dus de meeste van deze wedstrijden zijn gewoon online. En dan zijn 64 doelpunten en 20 assists. Heel bizar. Hij heeft wel 1 wedstrijd in de Weekend League 8 keer gescoord. Die hadden jullie gezien. Dat was echt niet te doen. Hij is zo ontzettend goed. Ik vind hem zo'n ontzettend fijne spits. Matty, Koen en Rob, andere bankzitters met wie ik natuurlijk samenwoon, hebben hem inmiddels ook allemaal gekocht. Ik heb ze aangestoken met het Heung-min Son virus. Laat de zon in je hart, jongens. Laat de zon in je hart. Ik vind het een fantastische spits. En ik weet zeker dat hij nog lang in ons team gaat zitten. Ondanks dat hij 500k kost. En met 500k kan je heel veel doen, maar niet een spits kopen van hetzelfde niveau, weet ik vrij zeker. Roberto Firmino, oh, die is belangrijk voor ons. Die is belangrijk voor ons op CAM. Hij heeft niet zo heel veel assist, maar wel veel doelpunten. Hij is echt top. Ja, hij is echt heel goed. En ik vind het chill dat hij op een of andere manier altijd vrij staat. Hij komt altijd voor zijn man in de verdediging. Hij is altijd aanspeelbaar. Hij komt naar de bal toe in plaats van dat hij diep gaat. Misschien heeft dat met instructies te maken. Maar dat is wat ik zoek in mijn nummer 10. En dat doet hij. Philippe Andersen, de zwakste schakel van het team. Hij heeft een belangrijk doelpunt gescoord. Hij heeft een paar belangrijke doelpunten gescoord. Maar dat is het dan eigenlijk. Ik weet niet of jullie Peaky Blinders kijken. Maar bij de ene laatste aflevering, ik ga niks spoilen, komt er een nieuw personage in het verhaal. Daar lijkt hij heel erg op. Daar lijkt hij echt heel erg op. Meer kan ik niet zeggen, want dan spoil ik het. Maar ja. Dembele, veel beter dan Philippe Andersen, heeft nog meer belangrijke doelpunten gescoord. 5-star weakfoot, 5-star humus, is zo ontzettend lekker. Oh jongens, dat is zo ontzettend lekker. En hij weet te blijven performen. Sissoko, ja, big fan. Sissoko, wat een tank is dat zeg. Wat een tank is dat. En Dembele ben ik ook een big fan van. Want die speelt nog steeds gewoon erg lekker voor een kaartje dat niet eens hele goede statistieken heeft. Maar mede doordat dat schaduwkaartje erop zit, dan gaat zijn defending wat omhoog. En heeft hij, zoals je ziet, 99 acceleration. Dus hij is heerlijk om dat L2, R2 verdedigen mee te doen. Lekker blijven afwachten. En op het juiste moment eventjes instappen. Juist om het eventjes de paarsje onderscheppen. Dat kan hij voor je doen. Verdediging is ook top. Alex Theus, ja, ik vind hem echt heel goed. Ik vind hem echt heel goed. Ik vraag me af of er heel veel betere linksachters zijn. Hij voelt veel sterker aan de bal dan die 68 strength. En dat is wel lekker. Uiteraard maakt hij soms ook foutjes, maar dat doet elke verdediger. Omdat verdedigen eigenlijk nog steeds een beetje buggy is. Een beetje glitchy. Semedo, ook big fan. Het enige wat ik bij hem een beetje mis is zijn passing. Want ik gooi heel veel balletjes eroverheen. Vanaf mijn rechtsachter naar mijn rechtsbuiten. Of er langs de zijlijn. En dan is zijn curve en vision misschien daar eventjes iets te laag voor. Militao en Varane zijn top. Ter Stegen, ja, beste keeper die ik dit jaar heb gebruikt. En ik heb er niet zo heel veel gebruikt. Een aantal maar. Een aantal in draft. En die moet op. En hij heeft veel ballen. We hebben 2 pakketjes om te claimen.
Ik heb twee pakketjes om te claimen. Eén van de pre-order packs. En ik ben helemaal vergeten mijn tactics en instructies te laten zien. Ook al zijn die nog steeds niet veranderd. Maar mensen stellen daar altijd vragen over. Hier krijgen we helaas niks uit het pre-order pakketje. Maar goed, het is een gratis pakketje. Dus waarom ook niet? Matic heeft een veel te klein mondje voor zijn gezicht. Ik weet niet of jullie dat is opgevallen. Bernard. Kunnen we natuurlijk niet verkopen. Is ook niet zo heel veel waard. Antunes. Ja, het zijn geen slechte spelers. Maar... ja, goed hè. Je kan niet altijd 6 gooien. Dit kan gewoon niet. Wat ik liet zien, heel eventjes de custom tactics en instructies. Ik heb daar 2 of 3 video's geleden, daar ben ik er al dieper op ingegaan. Dus ik ga dat nu niet heel erg doen. Ik laat dat voor wat het is en dan kunnen jullie het zien. Ik laat de pijltjes en dingetjes en blokjes en streepjes eventjes zien en de instructies. En dan kunnen jullie het op pauze zetten of langzaam afspelen als jullie het niet kunnen volgen. En dan kan je het overnemen. Ik gebruik 2 formaties, de 4-2-3-1 en de 4-2-2-2. Heel af en toe de 4-3-2-1. Maar dat gebeurt niet heel vaak. En dat doe ik dan meer als ik ruim voor sta en een beetje wil gaan kutten of zo. Dit is voortrekking voor de 4-2-2-2. Ik heb Son op stay forward. Firmino even iets terugzakken. Dembele en Philippe Andersen heb ik niks op. 2 CVM's met achterblijven en mijn backs met achterblijven. En dan waren dit de tactics. Goed. Hey, simpel als dat. De volgende upgrades van het team. En dat kan eventjes duren. Kijk, we hebben natuurlijk de Elite Rewards. Dat is ontzettend lekker, die Elite Rewards. Daar wordt iedereen heel erg vrolijk van. Alleen schijnt er niet zo'n goed Team of the Week aan te komen. Dat schijnt een beetje kut te worden. Dus, ja, is het afwachten hoeveel wij kunnen doen met onze munten. We hebben natuurlijk de Squad Battle Rewards, die we in deze video gaan openen. Dat ga ik zo doen. En we hebben dan de Elite Rewards, sowieso krijg je munten en 100k pakketje. En de Division Rival Rewards, wat ik ook nog een beetje moet spelen. Want volgens mij heb ik niet zo heel veel punten voor de Division Rivals. Het is lastig in te schatten hoe ver we daar gaan komen. Ik denk dat als wij niks goed spekken, dus als wij geen geluk hebben, dat wij dan rond de 200k gaan uitkomen. Als wij geen geluk hebben. Er zijn een aantal spelers die ik graag zou willen halen. Je hebt 2 goede linksbuitens uit de Premier League. Mane en Sané. Mane past beter in het team. Sané is vast een hele goede speler. Ik denk dat als je kijkt naar stamina, agressie, jumping en heading, dat heeft Mane ook zelfs. Hij is zo ontzettend goed en hij gaat ook, als ik het voor het zeggen heb, gaat hij in het team. Dan heb je 2 of 3 opties voor linksachter daarbij. Nee, 2 maar. Want Militao heeft maar 1 linkie. Dat kan ik zo omdraaien. Haha, makkelijk. Dan heb je 3 opties voor de linksachter. Eentje daarvan is een Premier League linksachter. En dat is niemand minder dan uiteraard de beste linksachter uit de league, Robertson. Hij heeft een beetje vergelijkbare stats met Alex Telles, als je het bekijkt. Want hij heeft hetzelfde pace. TS heeft eigenlijk alles beter, maar dat scheelt niet veel. Alleen passing is veel beter en shooting veel beter. Maar dribbelen is bijna gelijk, defending is bijna gelijk, physical is bijna gelijk. TS is volgens mij wel iets langer en iets betere jumping. Maar ja, het scheelt niet zo heel veel. Dus dat is een optie, die kunnen we dan neerzetten op de plek van Mane. En dan Robertson en dan Varane en Militao omdraaien. Dan heeft iedereen nog steeds full cam. Alleen Robertson is best wel prijzig. En de andere optie is dus Mane nog steeds. Ik verwijder hem weer. Dat is dom. Dat hoef ik natuurlijk helemaal niet te doen. Ja, de andere optie is een linksachter uit de La Liga Santander. Heet dat nog steeds zo? Ja, La Liga Santander. En daar heb je Marcelo. Die best wel goed schijnt te zijn. Best wel veel mensen gebruiken hem. Zijn er positief over. High-low. Kan je gewoon fixen met work rates. Zijn dribbeling is heel erg goed. Zijn defending is prima voor een linksachter. Zijn pace is niet zo goed. Hij heeft een flinke downgrade gehad. Maar ook zijn physical is voor een linksachter wel oké. Niet heel veel meer dan dat. Maar zijn passing is wel erg goed. Een andere optie is Mandy. Die is nog steeds zo goed als vorig jaar. Ik had vorig jaar zijn Future Stars card. Ook hier op de Rode Glory. Daar was ik big fan van. Die vond ik erg goed. 5-star weak foot. 4-star skill moves. Lekker snel. Goede physical. Als het vergelijkt met Marcelo, alleen iets meer stamina. Defending is wel iets slechter. Dribbling is wel iets slechter. Passing is goed. Maar vooral die 5-star weak foot en 4-star skill moves is lekker. 4-star skill moves doe ik niet zoveel met linksachter. Maar 5-star weak foot is lekker. Want dan kan je dus met allebei de voetjes die balletjes langs de zijkant geven. Hij is wel iets duurder, maar past wel goed in het team. Dus het wordt Marcelo of Mandy. Als we niet op de zaken vooruit lopen. Die
dan een team zou komen. En die is nogmaals wel een downgrade ten opzichte van Alex Telles. Maar goed, het is eventjes niet anders. En dan Philippe Andersen op pakketje voor Mané. En dan is het team wel weer flink geüpgrade. Maar goed, dan lopen we dus nogmaals op de zaak vooruit. Want voor hetzelfde geld pakken we helemaal niks. Voor hetzelfde geld stijgt Mané. Want hij is nu 350k of zo. Ik heb een prijs ingesteld hier, dat moet niet. 350k, zoiets. Boah, dit is ook wel een flink bedrag. Want we hebben nu 50k in de club zitten, iets meer. En we krijgen straks wel 50k uit onze squad met rewards. Dus dat is 100k. Philippe Andersen verkopen en Theus verkopen is 150k. Dan zouden we 200k uit de rewards moeten halen. En dan kunnen we nog steeds niet eens Mandy verkopen. Oké, goed. Dit is waar ik naartoe wil werken. Voor de rest ben ik best tevreden over het team. Ja, je kan wel nieuwe CVM's halen. Uiteindelijk zou Kante willen op de plek van Ndombele. Dat zou toch fantastisch zijn. Kante daar neerzetten. Maar ik denk dat Mane als eerst een betere upgrade is dan Ndombele. Aangezien ik me zo loop te irriteren aan Philippe Andersen. Laat het achter in de reacties. Ik ben benieuwd naar jullie feedback. Ik ga even mijn koffie opdrinken. En ondertussen claimen we onze Elite 1 Squad Battle Rewards. Yes! Ik heb weer squad battle lopen grinden, jongens. Ik heb het weer lopen grinden voor jullie. Voor jullie. En voor de rewards natuurlijk. We hebben 25 wedstrijden gespeeld, denk ik. Niet zo heel veel. Ik vind het oprecht gewoon zo makkelijk. Ik vind het ook leuk. Ik heb daar geen problemen mee. Sommige mensen vinden het ontzettend stom, maar voor mij boeit het gewoon niet. Ik vind het allemaal wel prima. We krijgen de munten erbij nu in één keer als we claimen. Ze willen claimen. 63.000. De vorige twee weken hadden we geluk uit onze pakketjes. We hadden namelijk Ousmane, Dembele en Harry Kane. Twee weken achter elkaar. Dus dit is de derde week. Zullen we waarschijnlijk geen geluk hebben. Want dat is een beetje hoe alles werkt. Je kan niet drie weken achter elkaar geluk hebben. Wel bordenspeler. Geen inform. Spaans. Dat betekent dus dat het gewoon slecht is. Want Raúl Albiol is geen bol. Bartra. Raúl Albiol speelt natuurlijk bij Villarreal. Nee, Bartra, helaas niks waard. Zit er nog iets achter? Nee, ik denk niet dat Herrera nog waarde heeft. Nee, goed. Die sturen we naar de club. Die zullen ooit op een gegeven moment wel meer waard worden tijdens SPC's of wat dan ook. Deze kaartjes zijn nog steeds useless. Daar heb je niks aan, want fitness glitch is nog steeds aanwezig. Het is nog steeds zo dat er wel fitness afgaat bij je spelers. Maar als je de wedstrijd begint iedereen op 99. Dus ik weet ook niet wanneer EA dat ooit gaat fixen. Als ze het überhaupt gaan fixen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet doen. Wanyama en Jamario. En dan hebben we uit dit pakketje 10k gehaald. En dan het volgende pakketje. Oeh, wat een bittere pil, hè, jongens. Wat een bittere pil. En normaal als we hier geen bordenspeler uit krijgen. Zoals ik zei, je kan niet altijd 6 gooien. Je kan niet altijd geluk hebben. En dit keer hebben wij zeer zeker geen geluk uit onze pakkenties. Harry Maguire. Geen bordenspeler. Schade. Korea. Nee, ik weet ook niet waarom ik dit check. Want die zijn allemaal discardwaarden. Maar goed, wel weer een aantal op oké. Spelertjes in onze club die we ooit kunnen verkopen. Contracten, fitness items. Hey. En kids die allemaal niks waard zijn. Goed. Wederom. Als je het allemaal ooit verkoopt. 10k. 50k uit squad battles. Iets minder dan gehoopt uiteraard. Maar 50k voor 25 wedstrijden is er wederom 2k per wedstrijd. En dat is toch een lekker gevoel als je dat gewoon aan het spelen bent. Dat als je 3 wedstrijden in een uur speelt, dat je denkt, ha, 6k verdient. Dat is misschien zelfs makkelijker dan handelen voor de meesten. Waaronder voor mij, want ja, daar ben ik helemaal niet zo heel erg goed in. We zijn ook weer een level omhoog. Hey, krijgen we daar een pakketje voor. Primex Players Pack. We beginnen te grinden, maar wat ik wel moet doen is, ik moet nog heel veel dingetjes even gaan voltooien. Deze gaan we sowieso niet doen. Tower of Power. Score header in 2 separate rival matches using a player. Ja, ik ga geen headers kunnen scoren. Dit gaat gewoon niet lukken. Getting fit. Ja, prima. Fitnesskaartjes. Dan kan je er de volgende week. En dan krijgen we ook weer wat punten erbij. Salah Story mogen we nog doen. Win 3 matches met Salah. Nog 1 wedstrijd krijgen we 420 XP voor. Brons, gold, friendlies moet ik ook nog doen. 3 wedstrijden spelen. En dan hebben we daar 2000 XP voor. Omdat we ook nog de group reward krijgen. Milestones ben ik druk mee bezig. We hebben nu 59 squad battle wedstrijden gewonnen. Dus volgende week hebben we de rare players pack. Want deze week ga ik er weer 25 spelen. En volgende week ook weer 25. En dan zitten we op 150k pakketje. Is lekker. Rifles 34 nu.
En dan krijgen we, wat is het, 25 capex. Dat is niet veel voor FUT Champions. Ja, daar hebben we er 23 van gewonnen. En daar moeten we ook nog heel veel van spelen. Dus dat gaat allemaal langzaam bij squad. Dat begint erop te lijken. En dan zijn we bijna bij de 50 capex. Dat is lekker. De foundations. Ja, boeit allemaal niet. Friendly's, King of the Hill. Goed, zal ik nog even spelen. Dan zijn deze allemaal klaar. Ik weet niet of je daar een group reward voor krijgt. Pakketje claimen. Ik hoop niet dat het een onterecht pakketje is. Want als het een onterecht pakketje is, dan word je, als je hem wil claimen, FUT uitgegooid. Is niet zo. We zijn echt level 17. Dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Want dat was dan de aflevering. Laat eventjes weten welke upgrades jullie wel zien zitten. Dan kan ik daar rekening mee houden. En dan vervolgens alsnog doen waar ik zelf het meest zin in heb. Want ja. Hey, Tierney. Het is dat hij untradable is. Want anders zou hij misschien wel wat waard zijn. Een Premier League linksachter. Denk ik. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Nee. En ik check jullie allemaal later. Joejoe!